ik ga vandaag zo naar de kapper over ongeveer een half uur. En ik dacht, weet je wel, het misschien is wel leuk als ik een video maak met een voor en een na. Een before en after. Want ik dacht eraan van, oh, dan kan ik een filmpje opnemen als ik naar de kapper ben geweest. Maar het is niet zo handig als je niet echt ziet hoe het ervoor is. Natuurlijk kun je mijn oude video's zien. Maar toch, gewoon even dat je het een vergelijking maakt. Ik ga voor het eerst in Amsterdam naar de kapper. Spannend! Ik woon hier al 8 maanden. En ik ben in die tijd wel naar de kapper geweest. Maar ik ben toen naar Arnhem gegaan. Omdat ik het best moeilijk vond dat je opeens, weet je, als je zo'n overstap maakt van Arnhem naar Amsterdam, moet je opeens heel veel dingen veranderen. En ik dacht eerst, oké, omdat mijn haar natuurlijk best wel belangrijk is, dacht ik, ik ga gewoon nog even in Arnhem. Maar het was eigenlijk hartstikke onhandig. En ik belde vandaag naar de kapper. Ik ging voor Kinky kappers, want bij Arnhem, in Arnhem ging ik ook naar Kinky. Dus ik belde hier naar Kinky en ik kon gelijk terecht dezelfde dag. Nou, dus dat is echt super in Arnhem, is dat niet zo? Thumbs up! Mijn dokter was ook heel aardig, mijn nieuwe dokter. Dus ik dacht, waarom een nieuwe kapper niet? Ik hoop dan niet dat ik zo meteen terugkom dat mijn kapsel enorm verpest is. Maar ik ga er vanuit van niet. Dit is mijn haar nu. Het is, ik moet echt even naar de kapper. Want het wordt heel erg lang en het hele model gaat eruit. Het is heel lang. Ik denk dat ik heel aardig wat af laat knippen. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik er nooit zo heel erg veel moeite mee heb. Ja, ik hou heel erg van mijn lange haar. Maar het is ook mijn haar en het groeit weer aan. En het is gewoon niet goed als je met die dode punten zit. Dat ziet er gewoon niet mooi uit, zoals je ziet. Dus dit is nu mijn haar. Het is heel lang, zoals je ziet. Ik verf mijn haar ook. Ik heb er highlights in. Dat doe ik nog even niet. Ik wil gewoon even kijken hoe het nu bevalt. En als dan maak ik gewoon nog een afspraak om te laten verven. En het kost mij ook heel veel tijd. Als ik het wil laten verven, dan moet ik denk ik om 1 uur of 9 ochtends komen. Dan ben ik rond 1 uur of 2 klaar. En ik wil gewoon zeg maar ook even voorbereiden dat ze me even leren kennen. Want ik heb gewoon heel erg veel haar. Dus bij mij doet het gewoon heel erg lang. En dat ze dus even zien van, oké, jij bent het. We moeten veel tijd in plannen. Want daar gaat het nog wel eens fout. Met mijn vorige kapper in ieder geval. Dan ben ik nog opgebeld en dan had ik afspraak gemaakt, bel eens op. Ben jij die ene verre met dat hele vele haar? Dan zeg ik, ja, dan ben ik. Oké, dan moeten we even extra tijd in plannen. Dus ja, dit is mijn haar nu en dan zie ik je zo weer. En dit is dan het resultaat. Het is in een paar laagjes geknipt, niet veel, dus best wel een stuk af. Het komt nu tot, overweg mijn borsten hier zo. En misschien dat ik me aanstel hoor, maar ik vind het best wat af. Dus dat ik denk, oh mijn haar. Maar dat vind ik niet erg. Ik zei ook dat ik het prima vond dat het best wat af mocht, zodat het weer lekker fris is. En voor ze plukken zijn wat korter, maar niet heel erg. Ze had het wel nog wat erger gekneed, maar ik moet nog even een beetje aan wennen. Want goed, op de fiets zak ik het wel weer gelijk in natuurlijk. Maar ik bedoel, het kan nog best wel big. Want ze had er leave-in conditioner in gedaan en een salt spray is een soort van beachy hair. Dus dit is hoe het nu is. Het is geen mega verandering. Het is alleen best wel wat korter. En ze heeft het gewoon leuk gefeund. Maar ik bedoel, als ik het zelf doe, dan is het toch moeilijker. Ze had het ook met een diffuser gedaan. Dus dan moest ik naar achter hangen en dan dat ding erop. En dat dan een half uur lang. Dus dat is best wel moeilijk om dat zelf te doen. Meerdere malen per week. Dus goed. Maar ik vond het toch wel echt heel erg tof. En ik ben benieuwd hoe het zit als ik het zelf ga wassen en stylen. Van de zijkant. En van de achterkant. Het ging heel goed. Het is natuurlijk spannend met een nieuwe kapper. Vind ik tenminste wel. Je kapper is toch heel erg belangrijk. En als je haar verknipt wordt, je plakt er niet even weer wat haar aan. Maar het ging gelukkig heel goed en het is, ik ben heel blij met het resultaat. Ik heb ook even met haar besproken of ik mijn haar in een koperkleur zou kunnen verven. En zij dacht dat het wel heel erg mooi zou staan. Ze hebben me gelijk ingeschreven voor Kinky Academy. Dus dan word ik misschien binnenkort gebeld en dan ga ik met haar naartoe. En dan gaan ze mijn haar koperkleurig verven. Wat voor mijn haar heel erg mooi. Dat was wel leuk. Ze was echt enthousiast over. Dus toen zei ze van, nou, wil je dat? En toen dacht ik, nou, vind ik eigenlijk heel tof. En het is wel bij de Academy, dan gaan ze dus zeg maar creatieve dingen proberen. Want Kinky is altijd wel erg bezig met nieuwe haarkleuren en stijlen en dergelijke. Maar het is niet dat je niks te zeggen hebt. Ik kan dus wel zeggen, ik wil een kopertint. En dan gaan zij bepalen wat voor tint en of het meerdere tinten zijn of niet. En dat vind ik eigenlijk alleen maar leuk. Want een kapper weet toch het beste wat mooi bij jou staat. Dus ik laat eigenlijk altijd ook best wel veel mijn kapper vrij erin. Omdat ik denk dat hij of zij het beter weet dan ik. Dus misschien dat ik binnenkort wel een mooie koperkleur heb. Lijkt me heel erg tof. Maar voor nu is het eventjes zo geknipt. En ik ben heel erg blij mee. Ik denk dat het weer lekker fris is voor de zomer. Dus dat is mooi. En dat was het mijn video. Dit is de tweede video voor deze week. Maar er komt er nog eentje op zondag. Ik upload elke donderdag en zondag. Wil je de eerste zijn die mijn video ziet? Abonneer je dan hieronder. Gratis. En dan was dat het. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei!